Zo, daar gaat een terugspeelbal bijna fout. En de paal geraakt door Jong PSV. Een gigakans voor Jesper Uneke. Die eigenlijk ontstaat omdat het helemaal misgaat in de opbouw bij AZ. Smit draait zichzelf daar de problemen in. Want hier is het volgende schot voor PSV. Eerste werk voor Verhulst. Als Gilbert om de hoek kan schieten. Pijnlijke botsing. Maar we voetballen door. Van Aken. Postma had even last, maar staat inmiddels weer. Esteves. Die probeert het maar eens. En de keeper in twee keer. Ja, rechtsbenige linksachter. Gonzalo Esteves. Hier is Esteves weer. Een stuiterende bal, moeilijk te controleren. Ja, Piersman weer in twee keer. Maar dit keer wel een corner voorkomen. En Stevens is daar nog. Kan natuurlijk ook wel wat met links. Wordt dan neergelegd, maar hier is geen overtreding gemaakt. Volgens Eichelsheim. Twee jongploegen. Het is ook nog een jonge scheidsrechter. 28 jaar. Niet eens de oudste op het veld. Dat is Hobby Verhulst. Poku is er doorheen. Poku. En wederom niet klem door Kjell Piersman. Is dit misschien wel iets te ingewikkeld? Nee, want Kewal behandelt die bal met de fluwelen handschoenen. Zijn net geraakt. Het was een schitterende bal, omdat het allemaal werkte. Van der Blaak niet, omdat Rosangelo Daal wat scherper is. Dus knap gedaan van Daal. Poku, Poku. En daar is de openingstreffer. Dan is hij binnen. De eerste treffer. En hij is niet onverdiend. Heel, heel goed druk zetten hier van Rosangelo Daal. Deze goal toch minstens voor de helft gemaakt door dat druk zetten van Daal. Doelpunt nummer 8 voor Ernest Poku. Nasso van der Blaak over de lijn heen, maar er niet overheen. En daarom Javon Simons, tegenstander kwijt. Hier zit wat in voor Jong PSV. Sterker nog hier, komt toch de gelijkmaker aan, zou je zeggen. Maar Bas schuift hem goede 2 meter naast. Jong AZ is een klasse beter dan Jong PSV vanavond. Niet helemaal uitgedrukt in, in de score. Redding is nodig van Piersman. Om te voorkomen dat de Kewal de 2-0 binnen kan schieten. Maar gaat Jong PSV zich ook belonen in deze goede fase van de Blaak? Nasso, Nasso. Nee, want Verhulst zit ertussen. En in tweede instantie ultieme ingreep van Vin Stam. Bas. Weer een goede corner. Hij komt uiteindelijk bij de tweede paal nog bij Javon Simons. Uneke de lucht in. Die bal blijft liggen. En Uneke net naast. Zo zie je hem. 56 minuten niet. En dan opeens 2 momenten voor Jesper Uneke. Van Aken. Omzeilt de keeper. En daar is de tweede. Hij is van de invaller Nick Koster. En die knuffel is meer dan verdiend voor Jurre van Aken. Zijn tweede van het seizoen voor Nick Koster. Jong AZ, koning van de jongploegen. Masloras doet dit toch goed. Op weg naar de derde goal. Esteves.
En daar is hij, de 3-0. Het gaat opeens hard. Dit is echt uitstekend gedaan. Dan denkt iedereen bij PSV dat die bal naar links gaat richting Daal. Maar staat Esteves daar ook nog. Leroy Echtold heeft AZ geen slecht aan dat ze hem weer terug hebben gehaald. Werkte daarna nog eventjes in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. Rosangelo Daal. Tweede paal en daar is de vierde. Nick Koster met zijn tweede goal. Staat helemaal vrij. Ze worden bij PSV bij Vlaag overlopen in deze tweede helft. Bij rust was het nog slechts 1-0. Ah, dit is echt een hele lekkere bal. Simons, laatste aanval. Ah, met die fluwelen buitenkant de bal naar Nasso gekregen. En daar Simons nog met de goal voor jong PSV. En dan zal er veel teleurstelling zijn bij Hobby Verhulst. Het is gelijk klaar. Jong AZ was veel beter. Maatje te groot voor jong PSV. Dat zal in Eindhoven niet lekker worden ontvangen.